systeem gaat breken! Leo, wat is er gebeurd? Waarom kwamen de steunen los van het frame? En waarom is het frame gebroken? Het was Leo's fout niet, maar de mijne. Ik heb Leo zonder hulp achtergelaten. Omdat ik in plaats daarvan de lentestart kanjers graag wilde helpen. Het spijt me heel erg. Het is wel mijn fout. Ik had nooit moeten proberen om zo'n grote klus zelf te klaren. Het spijt me, Bob. Oh, en het spijt mij ook. Ik bleef Lifty maar om hulp vragen. Wauw. Dat is een hoop sorry's en een hoop om te repareren. Dus wat gaan we doen? De mensen komen al snel om naar Mila te kijken. Wendy, bel Muk en Scoop. We hebben hun hulp nodig. Lentestad Kanjers en mevrouw Bennebroek, willen jullie iets halen waar de mensen op kunnen zitten? Kunnen wij het maken? Nou en om! En Leo, deze keer kun je er zeker van zijn dat ik je ga helpen. Dus, Mila, om de beker te winnen voor Lentestad, is hier je laatste vraag. Wat doe je op scharnieren om ervoor te zorgen dat ze niet meer piepen? Is het A, water, B, olie of C, zout? Dat weet ik. Bob gebruikte het voor de piepende deuren van de burgemeester. Het antwoord is B, olie. Correct! Ja! Dankzij mijn piepende deuren. Bob, kunnen we de tv niet houden? En wiens idee was dat dan? Van Wendy! Oké, Wendy. Burgemeester Scoop komt eraan. Dat was zo gaaf! Mag ik nog een keer? Tuurlijk mag dat. Maar eerst mogen de anderen er ook een keertje door. Hey Muk, wil je ook een keertje door de nieuwe automatische slagboom? Oh ja, graag, Bob. Wacht even, Muk. Als jij nu hier bent, wie is er dan? Wie is er wat, Scoop? Niets. Laat maar. Ik zie je zo wel. Wow, Scoop moet er langs. Noodgeval. Iedereen aan de kant! Oh nee, wat is er gebeurd? Oh Scoop, wat heb je gedaan? Oh, je hebt gelijk, wat heb ik gedaan? Wat een zooitje. Wat zullen we nu doen, Bob? Aan het lek of aan de tegels? Nou, één ding is zeker, we krijgen de oprit nooit op tijd af voor de grote opening. Het spijt me zo, Bob. Het is allemaal mijn fout. Ik had je over het lek moeten vertellen. Ja, dat is zo. Maar maak je geen zorgen, Scoop. We bedenken wel iets. Maar de tegels zijn allemaal gebroken. Het zijn nu net puzzelstukjes. Puzzelstukjes? Scoop, je hebt me op een idee gebracht. Gaan we nu naar huis om te puzzelen, Bob? Nee, Muk. We maken van die puzzelstukjes gewoon een supergekke bestrating. Klaar, team? Aan de slag! Stilte, stilte graag allemaal voor het onthullen van dit standbeeld van een van de grootste helden van onze stad. Klaar, Bob? Klaar. Ga je gang, Liefdie. Oh, heel mooi.
is dat? Oh, hemeltje. Ik moet de verkeerde foto hebben gestuurd. Dit lijkt, mij wel op mijn laatste vakantie. Oh-oh. Nou, tenminste één... Niet echt een heldin dus. Help! Wat was dat? Oh nee! Amira! Wat deed je daarboven, Amira? De boomhut is nog niet klaar. Ik heb blijkbaar niet lang genoeg gewacht tot het cement droog was. De beker! Die ligt er nog! Oh, wat heb ik gedaan? Rustig maar, Amira. Ik pak hem wel. Wendy, dat is te gevaarlijk. Oh, oh, ik kan er niet bij. Oh. Oh, hij ligt net iets te ver. Oh. Ik laat je zakken. Oh. Bob, trek me snel weer omhoog. Laat het touw vieren, Bob! Snel! Daar ga je! Mijn grote held! Wat is er gebeurd? Het spijt me zo. Ik kon niet wachten tot alles klaar was. En nu hebben we geen clubhuis. Het komt nog wel op tijd af. Toch, Wendy? Team, er is een nieuw schema. Dus ik wil alle bumpers dezelfde kant op. Nu! Nou, je bent beter in het opruimen van boomhutten dan van stenen, Scoop. Ja, die wiebelen niet zo erg. Controleren of het cement wel helemaal droog is, voordat we in de boomhut kunnen. Toch, Wendy? Dat klopt, Amira. Ja, het cement is droog, dus de boomhut is klaar voor gebruik. Geweldig! Oh, echt te gek! En, bevalt die? Ik wil er ook een! Ik wil er ook een! Ik wil er ook een! Ruimte in je schema voor nog 3 boomhutten? Natuurlijk! Ik ben tenslotte toch een held? We moeten dit opruimen. Gebruik jullie emmers en scheppen. Goed, Muk. Oké. Goed zo, jongens. Zo vlug als je kan. Het is zeker te laat, of niet? We krijgen de blauwe vlag vast niet meer. Het geeft niet hoor, Muk. We hebben ons best gedaan. Ik raakte weer in paniek, hè, Bob? Misschien een klein beetje. Maar deze keer probeerde je het op te lossen. En wat goed dat je de lentestadkanjes hebt laten helpen opruimen. En er ligt hier nog steeds een hartstikke mooi strand. Daar kunnen we net zo goed van genieten. Dat klinkt als een goed idee. Het is nu toch nog geen tijd, Betsy? Nee, het is ijsjestijd. Dat hebben jullie wel verdiend na een dag hard werken op het strand. Wow! Spring maar aan boord van jullie eigen ijsjesbus. Ringelingeling, ringelingelong, ringelingelong. Afbrokkelende kantelen. Ik denk dat dat zandkasteel wel een opknapper kan gebruiken. Wat jij, Wendy? Dat lijkt mij typisch een klusje voor Bob de Bouwer. Mag ik een kleine verbetering aanbrengen? Wat? Hebben we toch een blauwe vlag gekregen? Ja, de inspecteur zei dat ze nog nooit in haar hele carrière een gemeenschap zo ontzettend haar best had zien doen om het strand schoon en netjes te houden. Oh, dat is toch niet te geloven? Wat fantastisch! Goed gedaan, Team Bob. Maar
Waar is Muk nu? En deze is speciaal voor jou, Muk. Hartelijk dank dat je mee hebt geholpen aan de blauwe vlag voor ons stadstrand. Goed gedaan, Muk. Bravo! Ik ben blij dat alles weer netjes is. Maak je geen zorgen, Muk. Onze volgende klus is een heel smerige. Oeh, joepie! Ik hou van rommel maken! Betsy! Betsy, gaat het met je? Het gaat wel, Bob. Hier en daar een krasje op mijn lak, maar je garagedak is er een stuk slechter aan toe. Oh, ik had Betsy nooit op de lift moeten zetten. Nu zijn zij en het dak beschadigd. Ik ben echt een flutmonteur. Het spijt me, Bob. Maak je geen zorgen, Scoop. Ik kan het dak nog repareren en dan kan ik Betsy ook nog bijspuiten. Zeg, het uitzicht hierboven is fantastisch. Ik kan helemaal tot Lentestad kijken. Oh, Joris en Leo komen deze kant op rijden. Oh, nee! We zijn nog niet klaar met de werkplaats. Hoe kunnen we Joris en Leo hier vandaan houden? Oh, nu heb ik ook nog Joris' verrassing verpest. Als iemand technische aandacht nodig heeft, ben ik het. Dat is het. Heel goed, Scoop. Door jou heb ik nu een idee. Hoi, Bob. We zijn onderweg. Ik kon echt niet nog meer eten. Luister, Leo. We hebben meer tijd nodig voor de klus. Ik heb Scoop op weg gestuurd. Hij heeft denk ik behoefte aan technische aandacht. Oké, Bob. Ik snap het. Dag. Oh, langzamer graag, Alfred. Onzin, Alfred. Zo snel als je kunt. Wat is er aan de hand? Oh, ik voel me niet zo lekker. Huh? Je bent niet de enige. Hoezo, Scoop? Wat mankeert je? Ik heb echt zo'n rare... reutel. Maar ik hoor echt niks vreemds. Ja, je moet ook heel goed luisteren. Heel goed luisteren. Ontzettend goed luisteren. Reutel. Oh, ja, ik hoorde het, ja. Ja, dat was absoluut een reutel. Goed. We hebben de lift, het dak en het bord. Ik denk dat we klaar zijn voor de jaren. Nee, nog niet hoor. Ik heb nog een allerlaatste verrassing in petto. Dan moet je snel zijn, want daar komen ze. Gefeliciteerd, jongens! Wauw! Mijn werkplaats. Wat een verrassing. Het was allemaal Leo zijn idee. En deze is ook voor jou. Die is prachtig. Dank je, Wendy. Bedankt iedereen. En Leo, hoe kan ik je ooit bedanken voor zo'n prachtige verrassing? Als ik dat zo zie, door hem geen taart te geven. Hemeltje, wat een priegelwerk, zeg. Deze moet naar boven, denk ik. Hemeltje... Nee, die past ook niet. Misschien deze. Nee. Daar klopt echt helemaal niets van. Die grote is een deel van het been. Dus die moet dan hier. Oh, dat past nooit. Hoe zit het met dat kleintje hier? Een stuk van de staart, denk je niet? Of van zijn linkervoet? Nee. Hemeltje. Oh, wat is dat? Wat is hier gebeurd? Sorry, Bob. Het is mijn schuld. Ik wilde alleen helpen. Nee, Lifty. Ik ben de schuldige, ben ik bang, Bob. Ik had de hoogte en breedte van het skelet verkeerd om. We kregen het skelet dus niet door de deur. Dus moest hij uit elkaar. En nu weten we niet meer hoe we hem in elkaar moeten zetten. Het gaat vast wel lukken. Ja, toch? Wat nu? Het is eigenlijk net een grote puzzel. Hadden we maar een plaatje van hoe hij eruit zag voordat jullie hem uit elkaar hadden. Wacht, dat hebben we. Oh ja, joh? We hebben toch een plaatje? Leo nam foto's met zijn mobiel. Heel goed, dat klopt. Oh, daar moet dat ding dus. Oh ja. Prachtig.
Prachtig! Geen tijd te verliezen. Laten we dit doen voordat de burgemeester arriveert. We zijn helemaal klaar. Godzijdank. Een pak van mijn hart. Dan kan ik nu toch nog lekker even lunchen. Nee, wacht. Wat? Er ontbreekt een bot. Maar dat kan niet. Dat is onmogelijk. Waar zou die dan zijn? Snuffel. En nu dan? Snuffel. Hij is braaf. Geef dat bot eens. Snuffel, kom op. Braaf hondje. Mogen wij dat bot alsjeblieft? O hemeltje, de burgemeester kan ieder moment arriveren. Hadden we maar iets lekkers voor Snuffel dat we konden ruilen voor dat bot. Wat? Zoiets als een lekker worstenbroodje? Komt wel goed. Blijf rijden. Rustig. Phew, dat scheelde niet veel. Oké, Scoop. Doe nu hetzelfde als Muk. Gewoon blijven duwen, Himmuk. Jij ook, heer Scoop. Eén reddingsteam om jullie te redden. We hebben de stempels, Bob. Dank jullie wel. Dizzy, mix alsjeblieft zoveel mogelijk cement als je kan. Absolutelijk, Bob! En voor de rest, we moeten die kasteelmuur gaan ondersteunen. Kunnen wij het maken? Ja, en of! Goed werk allemaal. Deze zullen de muur ondersteunen totdat het cement is gedroogd. Oh, super werk, Bob. En hier Rogier kan u recht door de boogpoort aanvallen. Ik denk niet dat hij iets aanvalt door meneer Spijker. Ik denk dat hij ergens naar wijst. Wel, alle spijkers, je hebt gelijk, Wendy. Hij wijst inderdaad. Maar waar wijst hij dan precies naar? Nou, er is maar één manier om daarachter te komen. Ik gebruik mijn lasermeter. Oh, hemeltje. Daar ga ik altijd heen om te picknicken. Kom op, meneer Spijker. Dit kan zomaar uw geluksdag zijn. Oh, er ligt hier zeker iets van metaal in de bodem. Goed, Scoop. Heel voorzichtig deze keer. Oké, Bob. Oh. Wauw! Oh, het zilveren schild van Fixum. Gaan we nu sneller? Dat is niet de bedoeling. Ga van die knop af! Chef Appel, kijk uit! Je eten neemt de benen! Hé, hey, kom terug jij! Titus! Schip op te laten stijgen. Misschien wil hij wel naar huis. Oh, nee. Bob,
Hebbes. Hey Titus, heb je misschien zin in een boterham met sardientjes à la boep? Tenminste één iemand die het lekker vindt. Leo? Chef Appel? Zijn jullie oké? Oh nee. We hebben nog maar een uur voordat de gasten komen en we moeten de keuken nog afmaken. En ik moet mijn buffet nog afmaken. Burgemeester Bennebroek is de eregast en zij is echt nooit te laat. We kunnen beter gaan bouwen. En ik kan beter gaan koken. Voilà. De kleine groene man is helemaal niet naar huis gegaan. Hij heeft besloten om te blijven. Hij is hier. Ik zal proberen met hem te praten. Wees gegroet, ruimtetoerist van een ver afgelegen planeet. Ik ben je vriend, Muk. Hallo, Muk. Het praat. Leo en Titus. Ze heeft groene verf onder haar pootjes. Dus het was helemaal geen kleine groene man. Maar een kleine blauwe kat. Nu voel ik me een beetje dom. Oh. Je bent uiteindelijk toch best een klein vriendelijk wezen. We hebben echt elke doos bekeken. Ik heb echt de Lentestad kanjes teleurgesteld. Ik kan maar beter even Bob bellen en zeggen dat het niet gelukt is. Oh nee, ik heb mijn mobiel op de werkplaats laten liggen. Oh, ik weet nog dat ik hem op de deksel van de doos met figuren heb gelegd. Dat is grappig. Toen ik de doos pakte, lag hij er niet. Weet je dat zeker, Leo? Ja, het deksel flapperde. Wacht eens even. Denk jij ook wat ik denk? Ja. Wat denk je dan? Het is een kleine kans, maar het is het proberen waard. Wat is het proberen waard? Wat gebeurt er? Misschien, heel misschien, is mijn telefoon in de doos gevallen. Oké. Gevonden! Yay! Yes! Oh, nu snap ik het. Oké, Muk. We hebben toch nog de goede doos. Goed gedaan, Leo. Daar gaan we. We hebben de doos teruggevonden. Laten we gauw aan de slag gaan. Er is niet veel tijd meer. En ik heb iemand beloofd dat de klok om 4 uur klaar zou zijn. Het is 4 uur. Dan komen de heren en dames tevoorschijn. Wow! Wow! Wij zijn het! Ze lijken op ons! Oh, ik vind dit echt zo cool! Dus nu weet iedereen in Lentestad wie de Lentestad stadsklok ontworpen hebben. Let op, de camera kan gaan draaien, jongens. Waar is Muk? Daar is hij.
En nu verlies ik hem niet meer uit het oog tot ik hem heb ontmoet. Oh! Ah! Oh! Ah! Oh nee! Spring, Bill! Spring! Ah! Kijk uit! Er is iets mis met de pyrotechniek. Blijf ver uit de buurt. De vonken vallen op de lichten. Straks vliegt de set in brand. Niet tot het aan mij ligt. Blijf waar je bent. Alles moet worden uitgeschakeld. En dan moeten we snel die vlammen blussen. Zo. Oh, het is weer veilig. Muk, je moet altijd uit de buurt van vonken blijven. Ik weet het. Het spijt me. Door mij viel alles om. En het spijt mij ook. Ik weet niet hoe het kon, maar de pyroapparaten wezen naar beneden. Dat is ook mijn schuld. Ik stootte tegen de stellage en ik keek niet of alles nog goed stond. Alleen omdat ik mijn held wilde zien. Oh, dit is een echte ramp, Bob. Die laatste scène moet echt vandaag. Rustig maar. Wij redden de dag net als Bill Bliksem. Let maar op. Alles staat weer klaar. Maar ik ben bang dat de steun voor het decor beschadigd is. Ik kan hem rechtop houden. Maar Muk, Bill is jouw held. Wil je hem dan niet in actie zien? Ja, maar dat geeft niet. Het was mijn schuld dat de set kapot ging. Iedereen op zijn plaats. En actie. En wederom heb ik de dag gered. En de wereld. Met een flits, knal, slaat bliksem in. Dizzy, ik zit zonder ze mee. Ik kom eraan, Leo. Je kostuum is in de goede doos, Tijmen. Weet je het wel zeker? 100%. Dizzy. Ik ben zo terug, piraten. Waar was ik? Oh ja. Hier komt de piraat die we alle vrezen. Kapitein Zeekoek, een beestachtig wezen. Arr! Mooie piraathoed heb je, kapitein. Huh? Wat is er zo grappig daar? Blijf van mijn goud, jullie snode dieven. Of mijn krachtige zwaard zou jullie wel draad doorklieven. Nee. Dit is niet het goede kostuum. Pak aan. En daar. Dit is een regelrechte ramp. Sam, stop! De kostuums zitten in de rode doos. Alle lammerotten! Oepsie. Is alles goed met jullie? Ja, zeker wel. Absoluutelijk. Gelukkig. Maar ik denk dat we even moeten stoppen met de repetitie totdat meneer Spijker terug is. Wow, Dizzy. Je maakt er wel een spannende voorstelling van. Alles komt goed, jongens. 'S Middags een flop, 's avonds top. Beloofd. Hi ho, ik ben terug. Is dit nog nat? Het zal nu wel droog zijn, meneer Spijker. Ik heb snel drogend cement gebruikt. Goed zo. Ziet er goed uit, Bob. Huh? Wacht eens even. Dat zijn langzaam drogende cementzakken. Meneer Spijker, blijft u daar staan. Verzet geen stap meer. Wat? Oh nee. Kan iemand deze kist onder mijn billen vandaan halen? Het spijt me zo. Ik was afgeleid door het toneelstuk en heb Leo daardoor het verkeerde cement gegeven. Oh, Dizzy.
Het langzaam drogend cement is morgen pas hard. Hoe moet het publiek dan naar hun stoelen? Ja, het begint al over 2 uur. We moeten de voorstelling afzeggen. Het spijt me verschrikkelijk, jongens. De show is al voorbij en er ging niet 1 piraat over de loopplank. Dat is het. We bouwen met de extra planken over het natte cement een houten pad. Goed idee, Dizzy. Dank je. Ik zit er vol mee. Juist, maatjes. Kunnen wij het maken? Goeie vraag, Tony. Ik ben bang dat het zwembad nog niet klaar is. Dat is niet fijn, want ze beginnen al een beetje onrustig te worden. Het is niet verstandig om ze nog langer in die kist te laten zitten, Bob. Wauw, wat is hier gebeurd? Het was een ongeluk. Het spijt me echt zo erg. Het is oké, Lifty. Maar we moeten een plek vinden om deze pinguïns blij te houden terwijl wij het glas herstellen. Bob? Wat is er, Lifty? Ik denk dat ik wel een plekje weet waar we de pinguïns kunnen houden. Een plek waar ze veilig zijn. En kunnen spelen. Wat dacht je van een nieuwe fontein bij het stadhuis? Die ene waar Leo aan heeft gewerkt. Oh ja, hij is perfect. Mevrouw Bennebroek is de hele dag weg. En jullie zijn niet klaar voordat ze terug is. Wat zeg jij ervan, Bob? Ik zeg, goed plan, Lifty. We gaan het doen. Volg ons maar, Tony. Maak jullie geen zorgen, pinguïns. Nog even en jullie spartelen weer vrij en zorgeloos rond. Oké, Wendy, Lifty, laten we dit maken. Ja, het kasteel van Fixum is een heel mooi voorbeeld van middeleeuwse architectuur. Het is ons oudste en meest historische monument. Heeft u eigenlijk oude gebouwen in Rivierstad, meneer Sneeuw? Oude gebouwen? Ik kan niet tegen oude gebouwen. Een stel opgestapelde brokken, als je het mij vraagt. Daar heeft u een punt, denk ik. Maar Lentestad heeft ook een paar geweldige nieuwe gebouwen. En dat is precies wat we u nu wilden laten zien. Laten we de pinguïns uit de kist halen en lekker laten zwemmen. Goed zo, jongens. Kostelijke wezentjes. Ze vliegen toch niet zomaar weg, hè? Oh, nee. Deze dieren hebben geen vleugels. Dat zijn flippers. Ze kunnen zwemmen, maar niet vliegen. Maar zo te zien kunnen ze wel hoppen. Volgens mij vinden ze het hier wel fijn. Ja, maar zodra hun nieuwe zwembad klaar is, brengen we ze terug. Het gaat niet snel genoeg. Zo gaan we het nooit op tijd halen. Dat jij opgegroeid bent met paarden, Wendy. Oh ja, ik reed echt heel erg vaak. Op de houten paarden van de draaimolen. Nou, Bob, dat was een slimme manier om een paarden terug te krijgen. Ik hoop dat je een ander goed idee hebt om ze in de stallen te krijgen voordat het donker wordt. Er zit niets anders op dan hard te werken en opnieuw te beginnen. We bouwen ze gewoon weer op. Al duurt het de hele nacht. Oh, Muk. Ik heb iedereen teleurgesteld. De stallen waren al lang af geweest als ik de paarden niet had laten schrikken. Een echte cowboy zou zoiets nooit doen. Was er maar iets dat ik kon doen om het goed te maken. Goed, dit is het plan. Wendy en Lifty blijven met mij op het erf om de stallen te herbouwen. Leo, jij mag Scoop en Muk terugbrengen naar hun garages. Zo kunnen er tenminste een paar goed slapen. Al geldt dat niet voor de paarden. Al dat gegalopeer, nu kunnen ze nergens slapen. Ze zullen morgen veel te moe zijn om zelfs maar naar de baan te lopen. Geen plek voor ze om te slapen? Wacht even, Bob! Ja? Nee, Titus. Dat is niet voor jou. Trusten, Mac. Goeienacht, slaap zacht en rij vooral niet in de gracht.
Dank je dat je vannacht je garage wilde afstaan. Je had gelijk, Leo. Onze garages lijken ontzettend op paardenstallen. Alleen groot, hè? Ja. 3 garages voor 3 vermoeide paarden. 3 emmers met haver en 3 emmers met water. Ah, nu voel ik me pas een echte cowboy. Ja. Onder de grote sterrenhemel slapen. Ah, het is net het Wilde Westen. Goed gedaan, cowboy Leo. Je hebt er een echt Wild West-avontuur van gemaakt. Wel geholpen. Oh, dit gaat echt niet goed. Betekent dat hij het leuk vindt. Ik heb Leo nog nooit zo zien vliegen. Vooruit, Leo, waar blijf je? Breng die sleutel eens. Ah, daar ben je. Heb je ook mijn... sleutel? Nee, van deze robotarm heeft... Nee! Oh, nee! Bob, help. Ik ben ingepakt. Het komt goed. Ik help je wel. Och, Leo. Mijn robot-ophaalsysteem. Het reageert niet. Oh, nee. Was ik er maar afgebleven. Oh, het spijt me zo. Kun je hem opnieuw programmeren, Ronald? Ja, maar dat gaat enorm lang duren. Oh, nou krijgen we nooit al het speelgoed voor het eind van de dag in de bestelwagens. Oh, ik heb kerst echt verpest. We verzinnen wel iets. Vooruit, robotgrijparm. Aan de slag. Hé, hey, als we nou allemaal doen alsof we een robotgrijparm zijn, dan krijgen we misschien alles in de auto's. Maar dat is een goed idee, Leo. Kunnen wij het maken? Nou en of! Al het speelgoed is toch nog op tijd weg. Het is gelukt, team! Ja! En ik heb het ophaalsysteem ook aan de praat gekregen. Heel erg bedankt, Bob. Maar Ronald, kijk. Hier is nog een cadeau. Oh, nu is er iemand... Nog een klein stukje verder. Te ver. Oh, jongens. Daar komt hij, Bob. Ik zet de snelmachines aan. Oké, geen paniek. Gewoon rustig, langzaam achteruit. Goed, plan B. Eén stevige. Nee toch. Oké, dan Wendy. Laat maar sneeuwen over 3, 2... Van anderen!
Hier blijven allemaal. Bob, rustig aan. Wat moet ik nou? Ga maar naar rechts. Nu! Dat was geloof ik niet de bedoeling, of wel? De kerstboom! Wat vreselijk! Oh jee. Wat een troep! Hoe kwam dat, Lifty? Ja, ik probeerde om je dit cadeau te geven, maar ik lette niet goed op wat ik deed. Nu heb ik het hele kerstfeest verpest. Het spijt me, Bob. Dank je, Lifty. Mijn eigen kerstdecoratie. Precies dezelfde als op de loods. Dat is het. We gaan de versiering repareren met sneeuwvlokken. Net zoals op die loods. En dan gebruiken we daarvoor al deze gebroken tegels. En ik weet waar deze dan komt. Kom op, Lifty. We geven Lentestad een kerstboom die ze nooit meer zullen vergeten. Dat is het. Ik gebruik niet twee liedjes. Ik gebruik er vier. Waar is mijn mobiel nou weer? Daar ligt hij. Oké. Wendy, ik heb iets heel ergs gedaan. Oh, Leo. Daar zal chef Appel denk ik niet zo blij mee zijn. Hoe heb je dat nou weer voor elkaar gekregen? Ik had een briljant idee voor een goede mix. En toen ben ik waarschijnlijk zonder het te merken in de verf gaan staan. Ik snap dat je het spannend vindt om de muziek voor het feest te regelen, Leo. Maar er is nog heel veel werk te doen. Sorry, Bob. Ik had me moeten concentreren op de bouw. Ik beloof dat het nooit meer zal gebeuren. Oké. Maar het moet overgeschilderd worden voor de chef terugkomt. Dan haal ik de vloer weg. Nee, Leo! Wat is dit? Wat vindt u van mijn briljante vloerontwerp, chef? Kijk, het zijn net dansende voeten. Maar als u het niks vindt, kan ik er zo weer overheen schilderen. Vraag het niet. Dat is mooi. Je bent een genie, Leo. En nu weet ik ook welke kleur de discoruimte moet krijgen. Welke kleur dan, chef? Alle kleuren. 1 wandblauw, 1 rood, 1 groen en 1 geel. We kunnen elke kleurencombinatie maken die je wilt. En ik wil meer voeten. Overal. Over wat ik moet doen in een noodgeval. En wanneer is die trein hier? Nu! Maar doe dan iets! Vlug! Ik moet aan te veel dingen denken. Vooruit!
vooruit, Leo. Denk na. Oké, eerst moet ik de trein stoppen. Maar hoe? Maglev 1, dit is Leo. De rails is kapot. Rem nu, rem nu. Waarschuwing goed ontvangen. We gaan nu remmen. Het spijt me heel erg. Ik bracht het team in gevaar. Gewoon omdat ik me niet kon concentreren op één taak. Het is je uiteindelijk toch gelukt? Je hebt de trein gered. Maar wat zullen we nu gaan doen met het station en de rails? Er is net genoeg tijd voor de trein zijn eerste rit maakt. Dus, kunnen wij het maken? Nou en of. Nou en of! Instappen! Hou allemaal alsjeblieft je kaartje klaar, dan kan je dat zo laten zien. Wauw! Moet je hem zien gaan? Fantastisch! Bob, waarom ga jij niet mee? Ik ben mijn kaartje kwijt. Oh, Bob! Alleen voor kleine robotjes. We halen je naar beneden, maar je moet niet bewegen, oké? Bob, ik zit in een film. Ik moet bewegen. Leo! D&D! Is alles oké? Gaat wel, denk ik. Weet je wel zeker dat het gaat? Ik heb niks. Maar moet je die raket nou toch eens zien? Dit lijkt het einde van D&D. Hoera! Sorry. Het einde van mijn film. Oh, nee. Het spijt me verschrikkelijk. Gaat het weer? Oh, het gaat wel, maar nu zie ik nooit Space Robots 3. En niemand anders trouwens. Tenzij we iets bedenken om D11D weer te maken. Misschien een nieuwe D11D. D1-2D. Ik ben bang dat een nieuwe bouwen eerder maanden duurt dan uren. Als we D1-1D nou oppoetsen, op wieltjes zetten en rondtrekken met touwen... Ja, maar het publiek ziet die touwen. En dat is geen gezicht voor een space robot. Oh, arme Amira. Nu zal ze nooit haar robotheld ontmoeten. Zeg, wacht eens even. Amira kan het D11D-geluid perfect nadoen. En ze is ook nog eens even groot. Denk jij nu ook wat ik denk, Leo? Ik denk het wel, Bob. Wendy, kun jij de raket en de set weer in orde maken... terwijl Leo en ik hier het robotprobleem oplossen? Met wat hulp gaat me dat zeker lukken. In dat geval zeg ik maar één ding. Actie! Daar gaan we. En actie! Bob, bob, bibob, bab, bob, bibab, bob, bibab, bob, bibab, bab, bibab, bob, 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 bibab, bob
stop! Fantastisch! Wat een prachtige scène. Oké, allemaal, we gaan lunchen nu. Wat is dat voor ding? Dat is een actiecamera. Die kreeg ik bij de uitrusting. Heel vroeger ooit. Kijk, je zet hem aan en het stuurt de beelden direct naar je mobiel. Oh! Ah! Hey, we zijn op tv. Oh, hallo allemaal. Cool. Kan niet mee filmen als ik dit doe? Tada! Ciao, ciao! Nou, laat eens zien hoe hard je kan, Leo. Oh, daar gaat hij. Wow! Oh, gaat het wel? Ja, gewoon lang niet mee gedaan. Wow! Oh! Dat is te gek! Ik probeer het gewoon nog eens. Leo! 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 Wat is dit? Ik denk beelden van de camera van Leo. Maar wacht eens, dat zijn wij toch? Gaat het wel met je, Leo? Ja. Oh, de strijd van de boards wordt echt een regelrechte ramp. Wil je dan misschien wat skateboardles hebben? Ja, graag, Bob. Ik wist niet dat jij een skater was. Niet van mij, van Wendy. Hè? 3 keer Lentestad kampioen. Nou, eigenlijk 4 keer, maar dat geeft niet hoor. Vooruit, sta eerst maar eens even op. Knieën gebogen, armen uit voor je balans. Ja, zo ja, Leo. Dan kan je nu je bord op. Oh. Oké, en dan met je achterste voet afzetten. Ja! Oh. Wow, heel goed. Ik ben super. Goed zo. Nu alleen nog even leren hoe je zelf moet stoppen. Stoppen? Oh, ja, dat is ook wel handig. Hey, Leo, wat ben je aan het doen? Oh, ik was Wendy even wat van mijn vette skatekunstjes aan het leren. Oh ja, is dat zo, Leo? Het skatepark is klaar. Kanjers? Tijd voor de strijd van de boards. Oh, klaar, Leo. Kom maar op. Woehoe! Woehoe! Ah! Woehoe! Weer zo goed als nieuw. Hoera! Goed zo, Scoop. Oké, wie is de volgende? Oh, nee. Lifty? Nu ben jij. Nee, niet doen. Ik wil geen keuring. Ik ben bang. Niet bang zijn, Lifty. Je bent vast een stuk moediger dan ik. Weet je dat wel zeker? Of zullen we anders tegelijk gaan? Dank je, Scoop. Dus 2 controles tegelijk dan. Starten maar. Harder graag. Meer toeren. Oké. Een prima profiel, hoor. En perfect rond. Goed. En je zwaailicht aan, graag. Niet hoger. Nog een beetje. Dank je.
en je uitlaat. Dank je. Goed. 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 Oké. Dat was het. Jullie keuring is klaar. Oh nee. Oh nee, het wordt al laat. We moeten Streepje naar het aquarium brengen voor poedertijd. Schiet op, Muk. Dat probeer ik. Ja, maar niet goed genoeg. Misschien was wandelen met Streepje toch niet zo'n goed idee. Scoop! Lifty, Leo, snel, kom vlug helpen. Oh, ik hoor haar maag rammelen. Dat is mijn motor maar. Je hoeft helemaal niet bang te zijn voor Streepje, Leo. Kijk. Oh, wat is ze schattig. En hongerig. We moeten Muk bevrijden, zodat we Streepje naar het aquarium kunnen brengen. Lifty, laat je haak zakken. Leo, maak hem vast aan Muk zijn schep. Streepje, blijf steeds rondjes zwemmen. Heel braaf. Oké, team. Kunnen wij het maken? Nou en oh! Gaan wandelen. Het spijt me, Tilly, dat we niet meteen naar huis zijn gekomen. Jongens, dit is Streepje. Oh, is ze niet helemaal te gek? Oké, team. We tillen Streepje in haar bassin. En omhoog. Heel goed, Lifty. Rustig naar binnen. Stil eens. Ik probeer te slapen. Het spijt me, Muk. Ik heb me denk ik aangesteld. Ik had me ook niet door die enge verhalen moeten laten afschrikken. Daar is het nu te laat voor. Oh ja? Ook als we met z'n tweetjes gaan? Jullie gaan toch niet zonder mij? Ja! We gaan met z'n allen! Nou goed dan. Oh nee. Nee toch. Ik ben bang dat het vanavond weer boterhammen met sardientjes worden, Titus. Maar wat niemand wist, was dat er iets vreemds door het bos sloop. En wat gebeurde er toen? Ik zie daar een kampvuur. Dat moet Leo zijn. Oh. Het gromde en het grauwde in het donker. Het had hele felle ogen die je aanstaarden. En het schreeuwde zo angstaanjagend dat je haren ervan verbleekten. Voor je het wist. Oh, dat klinkt helemaal niet goed. Stel je toch niet zo aan, Muk. Doe je licht aan als je bang bent. Oh. Oh. Ah. Ah. Het monster! Ah! Ah. 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 Ah.
wat nou als ons haar verbleekt? Stel je niet zo aan en laat mijn hand nou eens los. Allebei. Dat deed ik zodat jij je veiliger zou voelen. We moeten hier blijven zitten tot de lichten weg zijn. Zal ik jouw hand vasthouden? Ze kan niet praten, Scoop. Weet ik. Er is nog één probleem. De parachute is stuk en er is geen reserve. Stella kan niet de ruimte in zonder parachute. Anders kan ze niet meer veilig terugkeren op aarde. Bob, ik denk dat ik wel weet hoe het kan. Lifty, heel voorzichtig alsjeblieft. Goed gedaan, Lifty. Laten we naar de controleruimte gaan. Kunnen wij lanceren? Denk je? Oh, wat spannend. Je moet wel een beetje geduld hebben, Jan-Jaap. Daar gaan we. Met z'n allen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Stella! Je kunt het! Breek dat record, mooie kleine raket! Ja! Het is gelukt! En waar is Stella nu dan? Daar! Wat een goed idee van je om de parachute te maken van het spandoek, Lifty. Door jou kon de lancering doorgaan en kon Stella weer veilig landen. Precies zoals ik wilde. Goed gedaan, Lifty. Goed gedaan, May. Dank je, Bob. Stella heeft het record gebroken. Als je zin hebt om nog een record te verbreken, May, kun je dan een raket maken zodat ik de eerste kraan in de ruimte ga worden? Lifty, de ruimtekraan. Interessant voorstel, Issie. Ja, dat zou kunnen. Maar dan moet ik een raket hebben van 100 meter en een platform dat zo groot is als Fixem. Bob, kunnen wij dat bouwen? Natuurlijk, het duurt alleen niet. Rustig aan, Lifty. Zo, de eerste rij is klaar. Gaan we dan nu de tweede rij doen? Nee. We laten deze eerst draaien. Ik wil Bob verrassen. Haal jij de rem eraf, Leo? Oké. Ik ben benieuwd hoe het gaat. Dat lijkt me niet goed. Oh, nee. Bob, kijk. We hebben vooruit gedacht. Maar wacht eens even. Ze staan te dicht bij elkaar. Oh. Hemeltje, mijn prachtige turbines. Ik denk dat ik de burgemeester deze tegenslag toch echt moet melden. Oh nee, ik heb de windmolens vernield. Scoop. Oh Bob. Ik wilde ruimte maken voor meer windmolens in de toekomst. En daarom liet ik Lifty de blokken dichter bij elkaar leggen. Ik zei nog dat het niet slim was, Scoop. Je had je aan het plan moeten houden. Maar dat deed ik, dacht ik, door vooruit te denken zoals meneer Spijker zei.
Ik vind het zo, zo erg, Bob. Het is oké. Het probleem is dat we nu nog maar 3 werkende turbines over hebben. Die geven te weinig stroom voor het zeedierenpark. En de burgemeester had bedacht om vanavond al over te schakelen. We hebben een nieuw plan nodig, Bob. Als we nou maar zonnestroom konden gebruiken en niet alleen stroom van windmolens. Haha, je bedoelt zonne-energie, Scoop. Oh ja, zoals de dierentuin. Briljant, ik heb opeens een idee. Maar we moeten snel zijn. Aan de slag, team. Goed, want Bob houdt altijd zijn belofte. Zijn Leo en Muk er nou nog steeds niet? Nee, dus ik begin nu wel een beetje ongerust te worden. Ik probeer ze nog wel een keer te bellen. Kunnen we er echt nog wel in vandaag, Wendy? Dat gaat zeker lukken, Jan-Jaap. Ik weet iets. Zullen we anders ondertussen een spelletje doen? Ja, leuk! We doen verstoppertje. Ik tel tot 10 en jullie verstoppen je. 1, 2, 3, 4... 5. Ja. Kom op, Leo. Neem nou op. 7. 8, 9, 10. Ik kom. Oh? Daar is iedereen. Hallo? Leo, waar zit je? We hebben die haken en platen nodig. Sorry, Bob. We zijn eventjes gestopt en een beetje in slaap gevallen. Wat? Maar maak je geen zorgen. We komen zo snel mogelijk. Alleen Muk nog wakker zien te krijgen. Nou, schiet wel een beetje op. Ik heb je gevonden. Ik heb Bob. Ik had me niet echt verstopt, Lifty. Oh, vandaar. Muk, word wakker. Muk! Zijn 10 helmen op 1 grote stapel. Tada! Yay! Yay! Leo en Muk zijn onderweg. Wow. Wow. Oh, 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 oh. En daarom dragen we dus altijd een helm op een bouwplaats. Weet ik, zal ik Lifty zijn hijslied zingen? Nou, ik hijs Sinterborgen en ik hijs elke avond en ik hijs ook elke middag. En die verbindt de morgen met de avond en dat is hoe de tijd ook werkt. En nu allemaal! Net zoals Mila en Jan-Jaap. Hey Bob! Doei Bob! Lijkt makkelijk. Oh, dat was meer een krulletje dan een S-bocht. Is het de bedoeling dat het zoveel pijn doet? Het allerbelangrijkste is dat je je concentreert. Woehoe! Bob? Ik denk dat ik het een beetje begin te snappen. Oh-oh. Mooie buikschuiver, Bob. Gaat het wel? Oh, ik hou echt niet van de winter. Wauw, Bob kan echt zo goed snowboarden. Mag ik het nu ook een keertje proberen? Ik heb alleen sneeuwkettingen voor Lifty. En zonder kun je niet op de sneeuw rijden. Want dan glip je en glij je overal heen. Muk mag wel op de sneeuw en die heeft ook geen sneeuwkettingen. Ja, maar zijn banden geven extra grip.
Sorry, Scoop. Oh, ik zou ook heel goed in snowboarden zijn. Oké, Lifty. Til de dwarsbalk mijn kant op. Dan maak ik hem vast aan de steunpilaar. Zet maar aan, Leo. We kunnen beginnen. Oké, Bob. De stoeltjeslift is klaar. Gruwelijk! Willen deze snowboarders de eerste afdaling nemen? Ja, graag. Bedankt, Team Bob. Dan is er een reden waarom we stoppen. Oh, dat is zo. Ik liet me meeslepen om te winnen van Scoop. De Scoop graaft nog door? Ja, sneller dan ooit. Scoop, je kunt nu wel stoppen. Jij hebt gewonnen. Ha, leuk geprobeerd, Muk, maar daar trap ik niet in. Je wilt dat ik stop, zodat jij kunt winnen. Nee, het kan me niet schelen als ik verlies. Maar mij wel. Ik ken het gevoel. Dit is een spannende tijd voor Lentestad. Bob? Niets is te vergelijken met zo'n drukke bouwperiode. Bob? Wendy? Je zit veel te diep, Scoop. Ik zei net zo diep als 3 bussen, weet je nog? Hier past gewoon een heel parkeerterrein aan bussen in. Goed. Wat heb je geraakt? Het lijkt wel een soort van muur. Laten we het gewoon weer dichtgooien. Sorry, Muk, maar als je iets ongewoons vindt in de grond, dan leg je het werk stil. Je weet het niet zeker, maar deze muur zou wel eens heel oud en bijzonder kunnen zijn. Ik denk dat het een goed idee is om Abid Malik, de archeoloog, te bellen. Arge-wat-oloog? De archeoloog. Dat is iemand die ons dingen leert over het verleden door oude dingen op te graven uit de grond die er al honderden jaren liggen. Huh? Ze zijn gespecialiseerd in opgraven. Maar dat ben ik toch ook? Jij hebt wel genoeg gegraven voor vandaag, Scoop. Geen twijfel mogelijk. Een van de belangwekkendste ontdekkingen in jaren. Dit is buitengewoon. Slecht nieuws. Hieronder liggen resten van een muur uit de Romeinse tijd. Van een fort of een villa waarschijnlijk. Oh, Romeins. Wat is dat? De Romeinen hebben hier zo'n 2000 jaar geleden gewoond. Zij waren goede bouwers. Oh, net als wij. Wat betreft dat bouwen, professor, wanneer kunnen we daar weer mee verder? Nou, noem eens wat. Maar deze opgraving duurt zeker wel een maand. Een maand? Dat is wel heel lang. Ik heb dit in een ochtend gedaan. Aha, dat kan jij misschien doen, maar wij moeten heel voorzichtig graven. Geen wonder dat het lang duurt. Moet je die kleine borsteltjes zien? Nou, we hebben geen keus, denk ik. Het werk wordt stilgelegd. Hallo, allemaal. Oh jee. Ik kom een voortgangsverslag halen voor de burgemeester. Sorry, meneer Spijker. Er zit voorlopig weinig voortgang in. Geen voortgang? O, hemeltje. Daar wordt de burgemeester vast niet blij van. Loopt u even mee naar mijn kantoor. Dan krijgt u een mok thee. Die mokken zijn 9 centimeter diep. Zo, dat is absoluut heel royaal, ja.